Nou, Nederland is nog nooit op het podium geëindigd. Dus dat is wel het doel. Nou, dit is van een training van 2 weken geleden. Dit zijn croissantjes, dat is een verplicht onderdeel. Moeten gekromd zijn, dat is de moeilijkheid ervan. Brioche à tête, dat is een Frans brioche broodje. Dat is ook verplicht onderdeel. En een croissant met 2 kleuren. De laatste appels worden gesneden voor speciaal appelbrood. Die wordt gepresenteerd op het bakkerskampioenschap. Maar wat houdt dat kampioenschap eigenlijk in? Dat is een Franse bakkerswedstrijd in principe. En daar doen 12 landen aan mee. En wij doen daar mee met het Nederlandse team, Boulangerie Team. Dat is een soort groep bakkers, fanatieke bakkers die meedoet aan wedstrijden. En we doen met 3 jonge jongens doen we mee dit weekend. Elke bakker binnen het team heeft een eigen taak, ook schepers. De functie is finoiserie. En finoiserie dat is voor croissants. En croissants zijn getoerd grezen en brioche broodjes. Dat is een zoet broodje met veel boter erin. En daar maken we allerlei soorten modelletjes en smaken met kokeroom en andere soort vullingjes in. Het Nederlands bakkersteam was in het verleden weinig succesvol. De focus ligt daarom op plek 3. Nou, Nederland is nog nooit op het podium geëindigd. Dus dat is wel het doel. Want China en Taiwanese en dat soort landen, ja, die zijn echt professioneel ermee bezig. Die worden er gewoon voor vrijgemaakt. En wij doen het in onze vrije tijd. We hopen op een derde plek. Daar is alles op gedoeld. Zeg maar. Dinsdagochtend wordt duidelijk of het team in de prijzen valt.